Ja, hij moet ergens wonen. En dan kan hij beter in een grotere plaats wonen dan in een kleine. Want hier valt hij minder op, denk ik. Bent u niet bang dat er nou mensen achter hem aankomen, dat het gevaar gaat opleveren? Dat zou kunnen, maar ik kan daar niks mee. Ik zal hem niks doen als ik hem tegenkom. Ik zal hem ook niet groeten. Hij is toch die moordenaar, of niet? Ja, nou, eigenlijk niet zo leuk. Nee, ik wil ze eigenlijk niet kennen. Dat soort mensen. Maar ja, ik zal hem ook wel niet tegenkomen, denk ik. Oh, en ik ben heel voorzichtig met de deur los doen. Ik doe nooit zomaar een deur los. Dus... Ja, ik vind het niet zo erg. Ik denk dat hij goed beschermd zal worden en dat hij zijn les wel geleerd heeft. En dat er, ik heb dat liever dat Volkert van der Gaaf in de buurt woont dan dat er iemand in de buurt woont die kleine kinderen, zo'n pedofiel, dat zou ik veel vervelender vinden. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Nou, ik was wel even schokken dat het een Apeldoorn is in ieder geval. Ik had het niet verwacht, maar ja, wie wel denk ik. Dus we zien wel wat dat voor gevolgen heeft. Ja. Maar vindt u het goed of slecht? Bent u nu bang of bang voor represailles? Nee, ik ben helemaal niet bang. Maar ik snap het eigenlijk van hemzelf niet zo goed. Ik denk, waarvoor ga je dan in Nederland nog wonen? Ga lekker in het buitenland wonen waar niemand je kent en start een nieuw leven of zo. Maar dat wil hij blijkbaar niet. Ik ben benieuwd. Ik denk wel dat het vanavond heel druk op het stadhuis wordt. Want ik hoor wel heel veel in de wijk en in het centrum. Dus ik ben benieuwd wat voor protesten er komen. En voor de rest, ja, ik ben zelf niet bang hoor. Nee, helemaal niet. Waarom denkt u protesten? Nou, ik denk dat weinig mensen toch als buurman willen hebben. Blijft toch een, het is toch een crimineel. Dus ik denk niet dat je die graag als buurman wil hebben. Tenminste, ik niet. Maar ja, hij woont hier wel ergens, maar waar weet ik niet. Dus ja. Oké. Okay.